Met heel veel plezier draag ik hier, ook namens Max Welling, Kees Snoek en Alfons Hoekstra, maar eigenlijk namens de hele ICT-gemeenschap in Nederland, Arnold Smulders voor als ontvanger van de erepenning van de Universiteit van Amsterdam. Er zijn heel veel redenen waarom Arnold deze erepenning verdient. Maar hetgene wat het meest in het oog springt, is het belang van Arnold als pionier in de publiek-private samenwerkingen op het gebied van ICT. Arnold begon op regionaal niveau met het Multimedia Information Analysis programma. Het was een project met een relatief bescheiden budget, maar waarbij externe partijen zoals Elsevier en TNO een cruciale rol speelden voor applicatie-geïnspireerd onderzoek. Arnold dacht al snel groter en werd de trekker van het landelijke Multimedia programma. Daarin introduceerde hij de formule om grotere deelprojecten rond thema's te definiëren, waarin meerdere onderzoekers en bedrijven, dan wel overheidsorganisaties, gezamenlijk het project uitvoerden. Al deze deelprojecten hadden als titel X voor Y, waarbij X een specifieke techniek was en Y een toepassingsdomein. Nu klinkt dit heel standaard, maar in die tijd was dit echt innovatief. Het had een groot succes voor de onderzoekers, maar ook in Den Haag. En het leidde tot het 100 miljoen euro grote commitprogramma dat langs dezelfde formules door Arnold werd opgezet. Maar nu een groot deel van de verschillende ICT-onderwerpen in Nederland betrof. Dit publiek-private programma had maar liefst 100 PhD-studenten en 100 bedrijven. Onnodig te zeggen dat ook dit een groot succes was. Arnold had zijn stempel gedrukt, maar ging verder. Na een succesvol spin-off bedrijf te hebben gestart en het verkocht te hebben aan Qualcomm, zorgde Arnold ervoor dat Qualcomm samen met de UvA het QVA-lab startte. 10 PhD-studenten met een bedrijf en een gezamenlijke 5-jarige onderzoeksagenda. Al snel daarna volgde het Delta Lab samen met Bosch. De mensen die in de AI werken in Nederland zullen het herkennen. De basis voor het ICAI-netwerk was geboren. Velen hebben het voorbeeld gevolgd en er zijn nu al 25 labs in Nederland en het aantal groeit nog steeds. Hij is officieel met pensioen, maar na Nederland had Arnold ook Europa met het vormgeven van publiek-private samenwerking als gezant van het ALICE-netwerk. Enorm veel mensen hebben geleerd van Arnold en worden nog steeds door hem geïnspireerd. Zijn voormalige groep heeft uiteindelijk geleid tot maar liefst 3 leerstoelen binnen het Instituut voor Informatica. Het is duidelijk. Er zijn maar liefst 3 mensen nodig om alles wat Arnold wetenschappelijk heeft opgebouwd in zijn groep de komende decennia voor te zetten. Het bewijst ook dat Arnold niet alleen een groot wetenschapper is, maar ook een fantastische coach voor iedereen met wie hij samenwerkt. En de coaching gaat veel verder dan zijn eigen groep. Iedereen die met Arnold te maken heeft, zal van hem leren. Arnold denkt alleen altijd 5 jaar meer vooruit dan de rest. Dus soms realiseren mensen zich het pas veel later. Veel van de huidige successen van het Informatica Instituut zijn terug te voeren naar Arnold's visie en coaching. Arnold, er is geen enkele twijfel. Jij verdient deze erepenning.